Ja, goeiedag Arnold van den Berg nog een keer. Ik zou terugkomen met het programmeersoftwerk van de Quangsheng UVK5. Wanneer wij, net zoals bij de firmware update, naar de site zijn gegaan van Quangsheng, dan zie je ook de programmer staan. Ik hoef hier geen screenshot voor te doen, want dit ligt vanzelf. Vervolgens download je hem en krijg je hem als een zip-bestand. Nou, deze pak je vervolgens helemaal uit. En dan krijg je de setup. Ook dit wijst vanzelf. Wanneer je de setup weer van de programmer hebt geïnstalleerd, kom je bij de programmer uit. Portable Radio CPS. Deze staat erop. Vraagt hij weer. Wil je wijzigingen aanbrengen? Ja. Nou, we hebben hem geïnstalleerd. En komen we bij dit scherm uit. Even kijken of ik een beetje beter kan laten zien. We pakken dan weer de portofoon. Die zetten we vervolgens aan. We hebben de kabel al ingeplugd in de computer. Dat moet eerst scherp worden. Zo, dan gaan we naar settings. Dan wordt hij weer wazig omdat mijn hand in beeld staat. Kijk, dat beter. We gaan naar settings. En hebben een beetje moeite met focussen. Dan com setting. Dan ga je com setting doen. En dan geeft jouw computer precies aan welk com port je moet hebben. Nou, nu is het com 3. Connect. En de kabel is geconnect. Als wij de porto dan vervolgens aan hebben staan, dan hoef je hem alleen maar aan te zetten. En dan pluggen we de kabel erin. Dan gaat het lampje hier al blauw branden. Dan ga je naar read-in. Dus dan leest hij de portofoon. Dan gaat hij hem lezen. Read successfully. Oké. Dan kun je alles veranderen aan de portofoon. Je memory channels staan er allemaal in, wat je hebt geprogrammeerd. Nou, dit werkt hetzelfde als met Chirp. Zet er een naam in, zet je bandwijdte in. Nou, dat klopt niet, die 25 kHz, want ik heb zo'n 2,5. Je RX-frequentie, je TX-frequentie, hoogpower, laagpower. En dan kun je ook nog een toon erin zetten. Even kijken, hier hebben we de toontjes. Nou, en wanneer je dat allemaal hebt gedaan, is write parameters. En dan is hij gewoon aan het schrijven op de porto. Ik heb alle repeaters van Nederland in staan, dus dat duurde even. Oké. Je kan ook met je FM-lijst hier onderin, kun jij voor je radio een hele voorkeurlijst in programmeren. Je kunt een scanlist kun je maken van kanalen die je moet scannen, of repeaters of wat dan ook. Noem maar op. Je kan je gewone settings kun je veranderen. Praattijd, alles. Dit soort kun je allemaal veranderen. Dat heb ik allemaal nog niet verder naar gekeken. Maar. Nou. Dit is eigenlijk heel simpel. Hele simpele software. Nou, wanneer je dus het allemaal hebt gedaan, zeg je dus wat ik net heb gedaan. Write out. Schrijf het op de laptop, op de porto. En is het gewoon klaar. Dan kun je de
software afsluiten, je port ook weer loskoppelen. En je hebt hem gewoon geprogrammeerd met hetgeen wat jij wil. Nou, hopelijk zijn deze twee video's een beetje duidelijk. Een beetje in je Pianneke taal met heel slecht Engels. Maar ja, mocht er vragen zijn, stuur me gewoon een messengerbericht en dan komen we er vanzelf wel uit. Heel veel succes, fijne dag iedereen.